de drempel voor de consument is klein gemaakt, omdat bijvoorbeeld via dat turn-toe, door dat toe te passen. De producten zijn dan wat duurder, de investering vraagt, het vraagt iets meer investering. Nou, daar ontzorgen ze de klant eigenlijk mee. De virtual reality tools worden toegepast. Nou, ik kan me daarbij voorstellen dat dat ook gewoon leuk is. Wat dat betreft ook echt niet alleen energie-neutraal, maar ook toekomstbestendig. Een sterk focus op de levenscyclus. Ik vond dat aardig, ook omdat je dan in termen van opties kunt denken. Als je het product hebt, dan kun je ook jaren later nog misschien een toevoeging daarbij kopen. Zelfs doorgedacht wat het zou betekenen voor een hypotheek bij de bank. De financiering vond ik wel heel erg leuk. Woondiensten, dat is echt innovatief zoals dat toegevoegd wordt. Ten opzichte van vorig jaar overigens, heeft deze club wat mij betreft de grootste sprong gemaakt. Er zat natuurlijk een stukje trots in. Tesla's voor Tesla's, er zitten natuurlijk meerdere kanten aan, maar in ieder geval iets van trots, daar gaan wij voor. En dat collectief particulier eigenaarschap vond ik ook leuk, om op die manier de ouderen ook bij te betrekken. Er zat tegelijkertijd dan toch ook wel weer, denk ik, een zorgpuntje aan, van goh, hoe gaat dat dan in de praktijk? Hè? Maar hoe gaat het nu en hoe borg je het nu, dat het niet alleen een eenmalig succes was, maar hoe zorg je ervoor dat die samenwerkingsrelaties ook herhaaldelijk succesvol zijn. In Texel is op dit moment echt wel een duurzaamheidsbeweging aan de gang. Wordt heel, heel erg sterk ingestoken op decentraal organiseren, decentraal energie. En ik vind dit wel een mooi voorbeeld van een spin-off van die beweging die op Texel in gang is gezet. Ik vind het heel mooi dat er een collectief systeem is waar iedereen ook eigenaar van het systeem is. Dat lijkt me een mooie betrokkenheid opleveren. Het hele woonconcept zit toch heel erg op de woonkosten voor de gebruiker. Dus misschien ook daar eens wat breder kijken, denk ik dat zou helpen. We schetsen hoe ze met bewoners ook echt aan een wijk werken. Hè. Dus ze praten ook over de wijkopbouw. Dus ze hebben het, kijk, de andere mensen hebben het vaak over de individuele bewoner. Die keuzes kan maken aan zijn huis. Zij hebben het juist over de met elkaar wijk bouwen. Volgens mij hebben ze zich heel goed verdiept in het businessmodel van een woningcoöperatie. Kunnen ze ook die vertaalslag in hun aanbod maken, ook richting een huurder. Ja. En de manier waarop ze bijvoorbeeld alles teruggerekend hebben naar vierkante meters, vind ik echt gewoon briljant. Dat snapt iedereen. Er wordt gesproken over ketensamenwerking op basis van openheid en vertrouwen. Het lijkt me een goed fundament om richting concepten te gaan samenwerken. Ze zeggen van, ten opzichte van de gemiddelde verbruik gaan ze dus 1883 euro per jaar op het gebied van energie besparen, want hij is energienoodloos. Echter, die 1883, ik kon het toch niet even nalaten, hoort echt wel bij een andere elektriciteitsverbruik dan wat zij voor het gebruiksgebonden deel hebben aangenomen. Wat mij eigenlijk vooral bij dit concept opvalt, is zijn degelijkheid. Trebbe echt op zoek gaat naar toegevoegde waarde, meer dan het product aan zich. Ze zeggen gewoon, nou, dit moet ik zeggen en dit zeg ik. Hè? Gewoon benen op de grond, geen flauwekul. En daar hou ik eigenlijk wel van. Vaste kern wordt over gesproken, standaard, maar wel weer veel ontwerpvrijheid voor de architect. De eerste klanten die men toch ziet zijn de professionele aanbesteders. En het andere wordt een beetje afgevangen door die configurator. En dat is eigenlijk het platslaan van de werkelijkheid. Als klant laat ik het dan vergelijken met andere producten. Als ik een auto ga kopen, dan word ik ook niet meteen in de configurator gezet om die auto te gaan ontwerpen. En als je dat zelf zou doen, dan denk ik dat ik me niet gelukkig zou voelen. Ik laat maar eerst gewoon zien wat ik ga kopen, hoe dat ding eruit ziet. Geef me verschillende voorbeelden van wat zou kunnen. En als ik dan warm ben gemaakt, dan wil ik misschien wel naar de configuratie. Dan wil ik die moeite doen om mijn eigen product te optimaliseren. Ze doen serieus wat over, uiteraard op het gebied van vraagreductie. Waarbij ze niet zich proberen vast te leggen aan passief huis, maar wel aan zinvolle vraagreductie. Dus dat op zich, dat wat mij betreft helemaal prima. Als ik dan naar sommige van de sommetjes ga kijken, waarbij ze met name toe gaan spitsen op dat energienoteloze deel. Dan denk ik van, wacht eventjes, als ik de sommetjes optel aan hoeveel je verbruikt en hoeveel je gaat compenseren met opwekking, dan klopt dat niet helemaal om echt energienoodloos te mogen noemen. In het oplossingssysteem, zeg maar, nou, dat ziet er hartstikke goed uit. Wel even de vraag van, is datgene wat gestandardiseerd moet worden gestandardiseerd en datgene wat maatwerk moet worden echt al maatwerk? Ik vind het concept verkopen als energie
ding. Vraag me af of dat een echt in de markt iets is. Energieleverend is de enige die energieleverend is in de zin van die het huis ziet als een bron van inkomsten in plaats van als een post van kosten. Dat vond ik op zich toch wel heel bijzonder. Ja, dat is één woord wat mij erg trof in dit stuk. Dat was het woord begeleiding. Nu denk ik wel dat dat begrip begeleiding zou iets uitgewerkt kunnen worden. En ik denk dat dat ook een heel goed advies naar hen is. Want daar zouden zich kunnen onderscheiden van andere aanbieders. En dat zij zich niet zomaar blind staren op wat de standaardpakketten je zouden vertellen hoe dingen werken. Dat geeft enig vertrouwen in dat de energieambitie gehaald kan worden die ze daarin stellen. 25 jaar lang noemde we al de garantie geven op bepaalde onderdelen. Nou, dat lijkt me veel vertrouwen scheppen. Als ik naar de lijst met de toeleveranciers kijk, vraag me af of daar ook niet wat slimmer, misschien wat combinaties gemaakt kunnen worden die ook misschien tot geïntegreerde producten of componenten kunnen leiden. Voor welke doelgroep bouw je nou? Dan heet dat nieuwbouw en in alle prijsklassen. Voor mij is dat dus de hele markt. Ik denk dat goed nadenken over waar kunnen we dit concept nou heel goed wegzetten? Voor wie is dat nou eigenlijk het meest aantrekkelijk? Dat zou eigenlijk eens een goed uitgangspunt zijn.